Hoe gaan we de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en duurzame samenleving versnellen? Hoe gaan we het eens worden over benaderingen en hoe ondersteunen we elkaar? Hoe komen we daar? Wij hebben het GAIN-transitiemodel ontwikkeld om de korte ketenbeweging te ondersteunen en versterken en stakeholders op één lijn te brengen: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. GAIN helpt korte ketenondernemers met een competitieve marktpositie en duurzame businessontwikkeling in het voedselsysteem. Dit kan door zinvolle samenwerking, praktische oplossingen en een circulaire investeringsstrategie mogelijk te maken waar alle deelnemers baat bij hebben. Level 1 vertegenwoordigt je eigen wereld als een enkele lokale speler in de korte voedselketen. Je bent een sterk persoon die bepaalt wat er in die wereld gebeurt. Je hebt heel hard geknokt en je hebt nu momentum. Je werkt samen met het plaatselijke ziekenhuis, met gemeenten, regionale organisaties die zich bezighouden met voedseluitdagingen, boeren. Zakelijke klanten, sociale ondernemingen, universiteiten, andere kennisinstellingen en tenslotte een grote groep trouwe klanten. Je hebt een regionale alliantie van stakeholders opgericht, verzameld rondom de uitdaging die jullie met elkaar delen. Dit netwerk vertegenwoordigt een keten van vertrouwen op regionale schaal. Samen beschik je over een substantiële inventaris, een netwerk, kennis en kunde, innovaties, tools, geld. Bereik, data en beproefde businessmodellen. Op het regionale level 2 heeft jouw korte keten nog steeds te maken met producten uit het traditionele voedselsysteem. Soms gezonder en misschien wel duurzamer dan de reguliere producten, maar meestal hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de boer een eerlijke prijs krijgt en jouw businessmodel veel ingewikkelder en uitdagender is dan dat van de supermarkten. De vraag hoe je het voedselsysteem moet veranderen wordt niet beantwoord op level 2. Als je inziet wat er nodig is om impact te hebben op het voedselsysteem, dan realiseer je dat je dat niet alleen kunt en dat je niet genoeg inkomsten genereert om die uitdaging überhaupt zelf aan te gaan. Je moet uitzoeken hoe je die grote sprong wel kunt maken om een gelijkwaardige marktpositie te creëren met de supermarktketens. Mensen geloven in je en moedigen je aan. Het ontbreekt je echter aan de middelen en het bereik om dit op eigen kracht te realiseren. Deze last trekt jouw ambities naar beneden. Andere korte ketenondernemers hebben met hetzelfde probleem te maken. Individueel kunnen ze de sprong naar level 3 niet maken, maar samen zouden ze genoeg tools en middelen kunnen verwerven om dat wel te doen en de uitdagingen aan te gaan. Uitdagingen zoals hoge logistieke kosten, additionele marketingkosten, IT-investeringen voor de handel, eerlijke prijzen voor boeren, de vaak onprofessionele organisatie van korte ketenondernemingen. Gebrek aan marge voor toekomstige investeringen en de afhankelijkheid van subsidies. Bij deze cruciale kans komt de Taskforce Korte Keten om de hoek kijken. De Taskforce faciliteert de samenwerking op level 3 tussen regionale korte ketenondernemers, ketenpartijen en belanghebbenden. De Taskforce organiseert hiervoor de zogenaamde Challenge Rooms. De Challenge Room is een plek waar jij en andere ondernemers, belanghebbenden en experts samenkomen. De challenge room is een veilige en vertrouwde omgeving waar deelnemers hun expertise, ideeën, tools en beschikbare middelen op tafel leggen om een gedeelde uitdaging aan te pakken of marktkansen te benutten. Het game model is gebaseerd op vertrouwen, elkaar kennen. De challenge room is een tijdelijke plek om dat vertrouwen in daden om te zetten. Elke speler claimt nog steeds zijn eigen specifieke kennis, tools en data. Maar alle deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de instrumenten en strategieën die samen ontwikkeld zijn. Als de deelnemers van de challenge room een oplossing voor het probleem hebben gevonden, gaan ze vervolgens weer hun eigen weg. De taskforce ondersteunt ook startups op level 1 en 2. Spelers op deze niveaus kunnen profiteren van het circulaire investeringsmodel van Gain door producten, instrumenten, bereik en andere activa uit de inventory van de taskforce te kopen tegen aanzienlijke kortingen of zelfs geheel gratis. Dit stelt ondernemers op level 1 en 2 in staat om zinvolle vooruitgang te boeken en realistisch te streven naar level 3 zonder het businessmodel onder druk te zetten. Op het Europese niveau, level 4, zijn verschillende landbouwprojecten van de EU actief in de lidstaten. Eén daarvan is Smart Chain Horizon 2020, een onderzoeksproject voor korte ketenontwikkeling. Smart Chain Horizon 2020 heeft het gain-transitiemodel omarmd. En dit project is verticaal verbonden met level 3, level 2 en level 1. De Taskforce Korte Keten in Nederland heeft een mandaat gekregen van het Nederlandse ministerie van Landbouw. Het wordt ondersteund door Smart Chain en kan kennis uitwisselen met andere EU-projecten. Het gain-transitiemodel maakt samenwerking mogelijk tussen korte ketens en belanghebbenden op lokaal, regionaal, nationaal en... En EU-niveau. Via Smart Chain en GAIN dragen ondernemers en stakeholders in de korte keten met hun ervaring en inzichten direct bij aan EU-beleid voor korte voedselketens. GAIN maakt gebruik van beschikbare technische en strategische middelen, stimuleert sociale betrokkenheid, zet korte ketencampagnes in voor de transitie van early adopters naar het richten op de early majority en herstelt de verbinding tussen burgers en boeren. Kracht gegeven door een ecosysteem van samenwerkende regio's. Gain heeft zich inmiddels bewezen in Nederland. En uit de getoonde interesse blijkt dat veel andere landen bereid zijn om ook op deze manier de voedseltransitie aan te gaan. Laten we duurzaam, lokaal, gezonder en verantwoord geproduceerd voedsel in Europa een realiteit maken. Samen.